HHC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars en Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Hey, wij zijn van HHC. Hey. Meneer De Wart, u gaf in de tweede helft 2 maal rood aan Stijn Pol. En wij wilden u even vragen wat de reden daarvan was en of u kunt uitleggen wat er precies gebeurde op dat moment. Ja, hij heeft eerst natuurlijk 2 keer geel gehad vanwege commentaar op de leiding. En de tweede directe rode kaart was gewoon vanwege slaan naar de scheidsrechter. Oké, dus u rapporteert dat ook naar de KNVB als het slaan van de scheidsrechter? Ja, dat klopt. We hebben even navraag gedaan bij Mari van der Ende en onze collega's van RTV Oost hebben ze dat gedaan bij Bas Nijhuis. Die geven allebei aan dat het niet mogelijk is om 2 rode kaarten te geven. Wat is uw interpretatie van die regels? Voor zover ik weet is dat wel mogelijk en zeer zeker in zo'n situatie. Nou, en is dat niet mogelijk, dan hoor ik dat wel. Maar op dat moment was het voor mij gewoon duidelijk. Slaan naar mij toe is gewoon een directe rode kaart. HHC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars en Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Hey!